Welkom bij de uitleg van een nieuw thema, thema stevigheid en beweging. En in de eerste basisstof gaan we kijken naar het skelet. We gaan naar de volgende zaken kijken: we gaan kijken welke typen skeletten er zijn. We gaan kijken uit welke botten het skelet van de mens bestaat. En tot slot gaan we ook kijken uit welke wervels de wervelkolom bestaat. Beginnen we eventjes met de soorten skeletten. Als we kijken naar de dieren op Aarde, dan kunnen die verschillende typen skeletten hebben. We hebben dieren met een Inwendig skelet. Nou, dat is wat het eigenlijk al zeggen, is dat het skelet aan de binnenkant zit, zoals deze dolfijn. Het skelet kun je in principe niet zien. Wij mensen hebben ook een inwendig skelet. Er zijn dieren met een uitwendig skelet, zoals deze krab, maar denk bijvoorbeeld ook aan alle insecten. Dat betekent dus dat die als het ware een heel hard pantser aan de buitenkant hebben en op die manier dus kunnen bewegen en ook zorgen voor de bescherming van hun lichaam. En zoals deze kwal zijn er ook dieren die geen skelet hebben. Dat betekent dat wij nu in dit hoofdstuk gaan kijken naar de organismen die dus een inwendig skelet hebben. En we gaan voornamelijk kijken naar de mens. En om daar een beter beeld van te krijgen gaan we even kijken naar de botten van ons skelet. Hier links zie je het hele skelet, maar om het een beetje helder te krijgen heb ik ook even een stukje ingezoomd. We gaan gewoon van boven naar beneden even de verschillende botten aflopen. En dan beginnen we met de schedel. De schedel die bestaat uit hier de bovenkaak. We hebben hier... De onderkaak en de schedel die rust hier op de wervelkolommen, daar gaan we straks nog even wat specifieker naar kijken. Dan zie je vervolgens hier aan twee beide, beide kanten de sleutelbeenderen, en dat zijn van die botten die ook heel vervelend zijn om te breken eh, omdat je het niet kan ingipsen. Je ziet het wel bij wielrenners, bij schaatsers ook als we onderuit gaan, dan val je op je sleutelbeen. Je kunt hem hier ook aan de voorkant voelen. En nou ja, goed, meestal is de enige manier om het te laten heelen gewoon met rust, zolang dus die delen van die botten maar goed op elkaar zitten. Een stukje advies op het moment dat jij bezig bent met een toets of een SO hierover: realiseer je dat je gewoon je speakbriefje bij je hebt. Als het goed is, heb je je skelet gewoon bij je. En heel veel van die botten kun je ook gewoon voelen. Dus dat kun je nu ook al doen tijdens de uitleg: voel eens maar waar al die botten zitten. En dan zorg je er meteen voor dat je het een stukje beter kunt onthouden. Nou, dan kijken we volgens naar hierachter. Dit is het schouderblad, die heb je ook aan beide kanten. En dan heb je hier het opperarmbeen. Dit gebied noemen ze ook wel de schoudergordel. Nou, hé, dat is ook psychologisch, hè, want dat is namelijk het gebied waar de schouder zit. Verder zien we hier in het midden, daar gaan we even hier naartoe, is het borstbeen en daaraan vast zitten de ribben. Je ziet dat het hier een iets andere kleur heeft en dat komt omdat hier meer kraakbeen in zit en hier zit meer beenweefsel. In. En daar komen we op een later moment op terug. Verder zie je hier achterlangs nog een stuk van. De wervelkolom, wat ik zei, daar gaan we zo nog verder naar kijken. Klik ik hem eentje door. Dan zien we hier nog een stukje van de opperarmbenen. En dan vervolgens hebben we hier de onderarm. En je ziet dat de onderarm bestaat uit twee botten. Die bestaan namelijk uit het spaakbeen en de ellepijp. Soms is het een beetje lastig om te zien welke welke is. De truc om dat te onthouden, is als volgt: om even naar de hand te kijken. Hier zit de duim. Hier zit de pink. En de pink die zit vast aan de kant van de ellepijp. En dat zit allemaal met een P. Dus dan weet je dus, dit is de pink, dit is de ellepijp. En dan moet dit dus het spaakbeen zijn. Nou, dan kijken we vervolgens naar de hand. En dan zie je dat de hand bestaat uit een heleboel bordjes. We hebben hier de handwortelbeentjes, oftewel daar zit de hand dus in feite mee vast aan de onderarm. Dan hebben we hier dit rijtje, dat zijn de middenhandsbeentjes, oftewel de bordjes in het midden van je hand. En dan hebben we hier nog de vingerkootjes. En zo zie je dus dat, die, dat hand, die hand ook uit een heleboel onderdelen bestaat. Dan gaan we eventjes naar het midden toe. We hebben hier de wervelkolom weer. Die rust hier op het heiligbeen. En je ziet hier de heupbeenderen. En uiteindelijk maakt dat dus allemaal onderdeel uit weer van de bekkengordel. Nou, wat je ziet hier nog is een stuk van het dijbeen. Dit is het dikste bot in het lichaam. Of het bovenbeen, hè, zo kun je het ook wel noemen. En het bovenbeen dat zit hier een heel mooi kogelgevricht aangesloten op de heupbeenderen. Gaan we er nog even eentje naar beneden. Dan hebben we hier dus de twee dijbenen. Dan zie je hier aan de voorkant de knieschijven. En dan hebben we vervolgens hier het scheenbeen. En dat dunnere bordje erachter is het kuitbeen. Met name dat kuitbeen dat wil ook nog wel eens breken. Bijvoorbeeld bij voetbal als je er een goede trap op krijgt. Uh, het gebeurt heel soms ook wel eens dat je zowel het scheenbeen als het kuitbeen... Uh, Kapot hebt bij een, nou, bijvoorbeeld bij voetbal, het gebeurt wat minder vaak, want dat scheenbeen is namelijk behoorlijk stevig. De knieschijf bij de knieën is ervoor bedoeld om dat gewricht dat daar zit wat meer stevigheid te geven. Je kunt je voorstellen dat, zeker als je hard loopt eh, of springt, bijvoorbeeld dat er best wel veel kracht komt op die gewrichten die hier zitten, de, de kniegewrichten. Dan zit, heb je dus de knieschijf met allerlei banden en zaken hieromheen om ervoor te zorgen dat die klap dus extra goed opgevangen kan worden. We gaan straks in een volgende video, geloof ik video 6 of 7, gaan we nog een keertje kijken naar wat voor blessures je kunt hebben aan de knieschijf. Dan gaan we vervolgens nog een stukje naar beneden en dan krijgen we hier de voet. De voet is verbonden aan het onderbeen met de voetwortelbeentjes. Hè. lijkt een beetje op die van de handen, want de hand had je de handwortelbeentjes, hier heb je de voetwortelbeentjes. Dan hebben we vervolgens hier de middenvoetsbeentjes. Weer de overeenkomst met middenhandsbeentjes, dus dan kun je ze een beetje onthouden ook. En dan hebben we helemaal onderaan hier de teenkootjes. En dat is dan het geheel dat samen de voet vormt. Dan gaan we nog eventjes door, want we hebben namelijk ook nog de wervelkolom. Hier is een vooraanzicht van de wervelkolom. Hier is een zij-aanzicht van de wervelkolom. En ik heb je er eventjes uh, alle namen erbij gezet van de verschillende type wervels. Je hebt als eerste een set met nekwervels. En bovenop die nekwervels hier, daar rust dus de schedel op. Dan hebben we vervolgens de rugwervels, dan hebben we de lendenwervels en hier onderaan rust dus de laatste lendenwervel op het heiligbeen. Tussen die wervels in zitten kraakbeenschijfjes en die kraakbeenschijfjes zorgen ervoor dat jij dus een beetje kunt bewegen. Die wervels die kunnen ten opzichte van elkaar een klein beetje bewegen. Die schijfjes die zijn ook super belangrijk dat je ze in goede conditie houdt. En als je ook goed kijkt naar de rug, dan zie je dat er een soort van glooiing in zit. Je zult soms in een boek zien dat ze het een dubbele S noemen. Nou, dat is een hele flauwe dubbele S die erin zit. En het is ook heel belangrijk dat wat jij ook doet, dat jij die dubbele S erin houdt. Dus als jij zit, zorg dat je mooi rechtop zit. Als jij loopt, netjes rechtop lopen. Als jij bijvoorbeeld iets zwaars gaat tillen of dus jouw rug meer belast, is het nog belangrijker dat die dubbele S erin zit. Bijvoorbeeld bij tillen, dat je dus je rug recht houdt en dat je vanuit je knieën onder andere tilt omdat je er dan voor zorgt dat de druk op die kraakbeenschijfjes goed verdeeld wordt. Doe je dat niet dan kunnen ze beschadigd raken en allerlei gevolgen hebben. Dus het is uiteindelijk gewoon heel belangrijk om die in een goede conditie te houden. Zeker ook als je bedenkt dat heel veel belangrijke botten natuurlijk verbonden zijn met die wervelkolom. En dat ook bijvoorbeeld door die wervelkolom heen de ruggenmerg loopt. Dat zul je in een later hoofdstuk nog wel zien, maar er loopt dus een superbelangrijke zenuw door je rug heen die ervoor zorgt dat je hersenen kunnen communiceren met je lichaam en dat jouw lichaam ook allerlei signalen weer naar je hersenen kan sturen. Dan is het tot slot ook nog wel goed om eventjes te kijken naar de functies van het skelet. Je hebt er in totaal vier. Je kunt met behulp van het skelet bewegen. Het beschermt kwetsbare organen en het zorgt voor stevigheid en vorm. Dan beginnen we even met dat bewegen. Het skelet maakt bewegen mogelijk. Natuurlijk niet alleen het skelet, maar daar heb je natuurlijk ook spieren voor nodig. En heel veel spieren zijn verbonden met het skelet. Had je dus geen skelet, hadden spieren niks meer vast te houden, had je niet kunnen bewegen. Waar je dat heel erg mooi ziet, is bijvoorbeeld aan de achterkant van je lichaam, hier bij de schouderbladen. Maar ook hier bij de wervelkolommen zie je hier allemaal pezen lopen. Dat witte dat zijn pezen, dat zijn als het ware de verbindingen tussen de spieren en de botten. En dat zijn echt plekken waar enorm veel spieren vastzitten. Dat geldt voor je schouderbladen hier ook. Er zitten enorm veel spieren aan vast. Dat zie je straks ook bij andere organismen. Op het moment dat jij platte botten hebt, zoals bijvoorbeeld dus die schouderbladen, dan kunnen er heel mooi allemaal spieren aan vastzitten. Die uitsteeksels die je op je rug hebt aan de wervels zijn dus ook heel belangrijk bij dat goed kunnen bewegen. Nou, verder beschermt het ook nog tere organen. Dan moet je bijvoorbeeld eens denken aan de hersenen die heel goed verpakt zitten in de schedel. We hebben hier de oogkassen, daar zitten de ogen in. Die zitten ook een stukje dieper in de schedel, ook goed beschermd. Achter jouw ribbenkast zitten je long en je hart. Super belangrijk dat dat soort organen goed beschermd worden. Wat ik net al zei, door de wervelkolom heen, hier zie je een stukje van de nekwervels, loopt een hele belangrijke zenuw. Nou, die wordt ook goed beschermd door de botten. Verder zie je dus dat het ook stevigheid en vorm geeft. Naarmate je. Ouder wordt, wordt je skelet als het ware steeds harder. Het zorgt er dus voor dat jij dus, nou ja, goed rechtop kunt staan. Het zorgt er ook voor dat het je lichaam dus vorm geeft. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar oudere mensen die bijvoorbeeld geen tanden meer hebben en een kunstgebied uit. Dan zie je dat het gezicht ook een beetje invalt. En dan zie je dus ook meteen dat het skelet dus ook een mate van vorm aan je lichaam geeft. Dan is hier nog de samenvatting. Heel veel succes weer en dan zie ik jullie in de volgende video.